Good morning! You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need a clue. Ik heb een dikke discriminatie gevonden. Wij zitten hier dus al 2 dagen lang naar een fucking douche te zoeken. Om even schoon te maken, hè? Kijk, hè, dit is onze wc. De mannen-wc. Dat is gewoon letterlijk een wc. En hier is er een vrouwen-wc en die hebben gewoon een douche. Die hebben gewoon een douche. En nergens anders is hier een douche, hè? Clueless, you can't leave a sleigh unslit. Vladimir heeft zijn telefoon stuk gemaakt, maar die telefoon is al oud, echt veel. Letterlijk, ik ga ergens naar een random foto-vers op je polen, want hij denkt dat ze die daar kunnen maken, terwijl er daar helemaal geen onderdeel meer voor bestaan. Waar staan we dan? Vladimir, de telefoon gaat doodverklaard worden. Jammer hè. Jammer hè. Laat me even mijn boek lezen. Kom. Hoe lang is er zo'n stuk papier of zo'n heel boom? Helaas. Zo maak je geen telefoons. Zalig. Kijk, fish fast food. Fish fast food. Dit is de ene beste vis die ik ooit heb gezien in mijn hele leven. Shout out to Fish. Het is tijd voor pizza. Voor 3 euro. Ja, dus Jesse was de schoenen aan het schoonmaken. Toen heeft hij zijn micro, zijn oortje, op een of andere manier tussen laten komen. Jesse, wat de schoenen aan het maken? Leuk! Kijk maar! Wasmachine, toppie. Jullie wat meemaken. Wij zitten dus in Polen, zoals jullie weten. We nemen allemaal zo'n speciaal drankje dat je nergens anders kunt krijgen. Wat de fuck is dit zelfs? Ooit gezien? Chacola. En wat heeft Jesse? Zwiek. Hey. Water. Jesse neemt fucking water. En dan wil hij parasiteren van ons drankje. Nee, zo werkt dat niet. Deze keer mag je geen slok. Jesse heeft van onze drankjes gedronken. Nu ga ik van zijn water proberen. Wat? Nee, wacht. Deze smaak, het komt me echt bekend voor. Beeld je in dat je een waterijsje aan het eten bent, maar er zit geen zoete stof in en zo. Eigenlijk gewoon een ijsblokje. En dan lik je dat, en dan smelt dat zo in je mond. Die smaak is het. Maar niet koud. Wauw. Ja, yes, ik neem mijn woord terug. Nee, probeer maar echt. Ik zie. Ik ken het. Het is echt een bekende smaak. In België hebben we ook zo net dezelfde flesjes ongeveer. Met net dezelfde kleur. Hier zo. Zo doorzichtig. Ja, dat zit ook in. Dat doet me zo hard aan denken. Dat is zo water of zo niet. Zo. Kan dat dan water is? Ja man, yes, echt man. We hebben het best wel koud hier. Dan maar even verwarmen aan de vuilzak die in de fik staat. Hè. Ah, lekker vuur. Ja. Lekker warm. Welkom tot het mooie Polen. I'm
het wel grappig. Die is die. Old Town Square in mooie Polen. Overal, in elke stad waar ik al geweest ben, is Old Town de beste plaats om naartoe te gaan. Dus als je ooit op een citytrip gaat, moet je altijd Old Town zoeken. Het is wel echt super vet gedaan, kijk. Wij zien een fontein, die is letterlijk omgewaaid in een schaatsbaan. Hoe vet is dat? Dit was ooit een soort burcht en daar is zo'n muur rondgebouwd voor de binnenstad. En dit is dan de overblijvende dingen die van die burcht er nog zijn. Dat is zoveel rustiger en veel meer sfeer. Dan heb je zo net dat gevoel alsof je in Praag zit, maar dan iets minder mooi, maar toch wel echt gezellig. Presidentieel paleis van Polen. Hier rond dus de president. Het Witte Huis van Polen. Dit is dit. De universiteit in Polen. Ik weet niet wat jullie ervan denken, maar dat is toch echt wel een super vette universiteit. En zo zijn er verschillende supermooie, prachtige universiteitgebouwen. Wat is er beter dan een lekker warm soep in een warme metro zitten? Een ander uur of zo. Lekker le soep, maar in de middel. Mmm, wat is lekker le Jesse San. Lekker le soep te eten. Jesse San. De soep. Vanavond drinken we vodka met boomschapsmaak. Sounds good, right? Kawaii-san! A things we know.